Nee, maar ik vond het niks voor mij doen. Nee? Dat keiharde gezuig aan je klit. Nou, dit doet echt niks voor mij. Dat je nu ziek klaar van. Zo. In X-I-Sex bespreek ik met mijn gasten alles over de zoektocht naar hun seksuele identiteit. En vraag ik ze dit in hun eigen vorm te uiten. En deze week ben ik met mijn lieve vriendin Monica Geuze. Ik vind het heel leuk dat je er bent. Ik ook, heel leuk. Ik denk dat de hetero's veel meer al over seks weten dan bijvoorbeeld iemand die gay is of lesbisch is. Maar toch vind ik het belangrijk dat we hem gaan behandelen. En daarom ben jij hier. Ik heb een paar dingen zien staan. Ja, ik heb een aantal dingen voorbereid. Waarmee de voorlichtingsvideo gemaakt kan worden. En door middel van een aantal activiteiten gaan we wat het een en ander ontdekken. Spannend. Hetero. Man die seksueel wordt aangetrokken door vrouwen. Of een vrouw die seksueel wordt aangetrokken door mannen. Hetero verwijst doorgaans naar anders. Het is afgeleid van het Griekse woord heteros. Anders, verschillend, ongelijk, vreemd, afwijkend. Hiermee wordt bedoeld anders dan je eigen geslacht. Spanning. Okay. Ik denk dat eigenlijk jij veel van dit wel kent. Zoals deze. Zijn dit veel van jouw eigen speeltjes? Nou, nee, geen van deze zijn mijn eigen speeltjes. Maar gebruik jij wel speeltjes? Ik heb het idee dat het een beetje in fases of lagen gaat. Momenteel heb ik echt al heel lang geen seksspeeltje gebruikt. Maar gebruik je dat dan vooral als je alleen bent? Dus bijvoorbeeld dat je daar dan zelf mee gaat experimenteren? Of meer op het moment dat je in een relatie zit met je partner? Ja, ik denk dat op een gegeven moment kom je misschien met je partner in een fase dat je daar eventjes mee wil experimenteren. Maar ben jij sowieso iemand die veel experimenteert? Ik sta wel overal voor open. Alleen het is, sommige dingen zijn gewoon nog niet voorgekomen. Of heb ik op dit moment dan niet de behoefte aan. Maar ik denk, nou ja, het zou vast ooit kunnen gebeuren. Er is eigenlijk misschien niks wat ik echt 100% uitsluit. Nee. Nou ja, een gangbang met 30 gasten of zo, daar zit ik dan gewoon niet op te wachten. Ik denk de rest van mijn leven niet. Nee. En in zoiets ook niet per se. Maar wat vind je dan hiervan? Ik heb dan gewoon liever een echte. Nou ja, dat heb ik ook. Vind jij dit een grote pik? Nee. Dit is toch wel gewoon een prima lul? Ik vind het best wel een grote pik. Ja, oké. Okay. Als je het zo weer ziet, is het wel een goede pik. Wat is dit? Het lijkt wel zo'n ding om een ballon mee op te blazen. Ik weet niet precies hoe het heet, maar volgens mij is het een anale douche. Wat je dus dan doet, op het moment dat je anaal seks hebt, dan doe je dit zo het water, in het water. En dan breng je het anaal in om als een het dan schoon te maken. Is het. Ja. Maar dan, en dan komt er allemaal stront uit. Kan. Weet je überhaupt nog eigenlijk je eerste keer seks? Ja, dat weet ik heel goed, ja. Is dat voor jou een positieve herinnering? Dat is namelijk bij iedereen heel verschillend. Ja, het is niet per se positief en ook niet per se negatief. Het was echt een 6,5. Ik vind dat je pas kan genieten van seks als je helemaal jezelf bent. En ja, op die leeftijd ben je zo ongemakkelijk. En de eerste keer voor allebei. Jij bent altijd wel iemand die heel open is over seks. Of daar gewoon makkelijk over praat. Ja. Maar doe je dat ook in je relatie? Ja, ik denk dat dat ook een beetje een kwestie is van elkaar gewoon beter leren kennen. Ik denk dat ik het vaker zeg als het heel goed is. Ja. En dat ik het niet zo vaak zeg als het bijvoorbeeld even niet zo goed is. Maar ook omdat ik zoiets heb van, je moet iemand wel de kans geven om je te leren kennen. Je kan niet, zeg maar, tenminste mij lijkt het heel vervelend als, stel je voor, ik zou mijn vriend pijpen en dat is de eerste keer dat ik dat doe en hij zegt, nou, dit ging fout en dat ging fout. Dus ja, ja, dan word ik super onzeker. En dan nou, zie ik het niet heel snel gebeuren. Dat ik denk, nou, laat ik het nog laat eens proberen. Ik het nog een nee, geven. Dan is dat hoofdstuk wel afgesloten. Dus ik probeer juist heel erg het te benoemen als het wel heel goed is. En, het positieve. Precies. En dan nu, we zijn nu inmiddels 1,5 jaar samen. Dan leer je elkaar zo goed kennen dat. Dan zijn er bijna geen mindere momenten of zo. Heb je wel eens in een soort van situatie gezeten waarin je het dus bijvoorbeeld moeilijk vond om aan te geven van hey, want dat is natuurlijk nu de hele discussie van als een man met een vrouw naar bed gaat, moet jij dan zeggen hey, ik voel me hier prettig bij? Als je denkt van dit wil ik niet, kan je dat altijd zeggen. Maar aan de andere kant vind ik ook het mooie aan seks dat je non-verbaal helemaal in elkaar opgaat en dat het leuk is en geil en dat het dan vuurwerk is. Terwijl als ik met iemand mee naar huis zou gaan en het zou helemaal bombastisch zijn en ineens zegt hij, vind je het oké als ik in je broek ga? Nou, dan hoeft het al niet meer. Nee? Dan ben ik echt weg, ja. Dat zou ik maar niet. Dat is meer dat je dan op dat moment dus, dat het dan een soort van turn-off is als hij dan het gaat benoemen. Het denk ik, jongens, we zijn toch helemaal lekker bezig? Ja. Ik denk ook wel dat als ik terugkijk naar mijn jongere ik en als een jongen waarmee ik het dan toen iets heb gedaan, misschien waar ik me achteraf niet per se 100% prettig bij voelde,
denk dat als die persoon aan mij had gevraagd, vind je het oké? Dan had ik waarschijnlijk gewoon ja gezegd, omdat ik het alsnog dan te spannend vond. En ik denk ook weer dat die ervaringen, kijk, bij mij waren het geen traumatische ervaringen, dat ik denk, ik voel me aangerand of echt, weet je wel. Dat zijn voor mij misschien leerpunten geweest als in, weet je, je wil je niet zo voelen hierover, dus voortaan als zoiets weer gebeurt, probeer dan je grenzen aan te geven. Ja. Is porno iets wat jij, ook als je in een relatie zit, dan gewoon nog wel eens kijkt? Ik ben niet een regelmatig porno-kijker. Nee. Maar als je het kijkt, wat kijk je dan? Dan kijk ik wel echt altijd lesbische porno. Echt? Ja. Kijk, vrouwen vind ik mooier om te zien. Waarom is dat? Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon mooiere wezens. Esthetisch vind ik het mooier. Terwijl in porno, als ik dan zo'n vieze man voorbij zie komen, dan ben ik gelijk helemaal afgeknapt. Dan denk ik, dat hoef ik helemaal niet, weet je wel. Terwijl als ik twee vrouwen zie die ik allebei knap vind, denk ik, nou, ga er lekker voor. En een vrouw weet ook wat een vrouw lekker vindt. Ja. Dus dan denk ik, ja, die doen het altijd dan toch net wat beter. Ja, maar jij zou bijvoorbeeld weer niet seks hebben met een vrouw, toch? Nou, het staat niet op mijn wishlist. Zeg maar, zoenen met een vrouw, dat is gewoon wel vaker voorgekomen en prima, maar daar voel ik dan niet iets bij. Nee. Dus een vrouw zou bij mij wel dingen mogen doen, maar ik hoef niet iets bij een vrouw te doen. Nee? Nee, daar zit ik echt niet op te wachten. Dat lijkt me echt zo smerig. En ken je dan dit? Female condoom. Ik heb dit nog nooit in het echt gezien. Ik vind de geur van condoom zo disgusting. Ik denk dat je zo met je hand erin moet. En dan kan je hierin penetreren. Maar is het veilig? Alsof je in een soort boterhamzakje zit te rammen. Ja, dit is het dan een beetje. Eigenlijk zou ik dit wel een keer willen proberen. Als je als vrouw zijnde uitgaat en een man zegt, ik heb geen condoom bij je, en soms heb je toch die dierlijke geilheid, dan doe je het misschien toch. Nou, als vrouw kan je ook gewoon een condoom bij hebben. Dus dan weet je in ieder geval altijd dat je er zelf alles aan gedaan hebt. Goeie. Heb je dit wel eens gebruikt? Ja. Dit is echt voor vrouwen alleen. Dus ze zeggen dus toch ook altijd dat je dan voelt, als je het op je neus doet, hoe het dan voelt op je klit. Echt nou? Ja, dat zeggen ze, maar... Kom maar op. Zo voelt het. Zo voelt Kijken. Het. Nou, dit doet echt niks dus voor mij. Dus je nu ziek klaarkomt. Zo. Nee, maar ik vond het niks voor mij doen. Nee? Dat keiharde gezuig aan je klit. Heb je het goed geprobeerd? Ja, maar ik vond het gewoon meteen al niet lekker. En dan weg ermee. Zonde. Nou, kun je dat nog verkopen? God. Ben je nog hetero als je ook met hetzelfde geslacht wil experimenteren? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat je dan gewoon een hetero bent die voor meerdere dingen openstaat. En ik kan vrouwen heel mooi vinden en ook heel knap en ook wel geil. Alleen, ik hoef er verder niks mee. Dus ik denk dat dat mij hetero maakt. Does size matter? Weet je, het ligt eraan waarvoor. Als je een vrouw wilt laten klaarkomen, nee, dan maakt je size niet uit. Want je hebt vingers, je hebt een mond. Weet je, dat kan op allerlei manieren. Maar als ik mijn persoonlijke voorkeur uit mag spreken... Ja, ik ben wel eens naar bed gegaan met iemand die vrij klein geschapen was. En ik zou dat niet per se in een vaste partner zoeken. Dat lijkt mij... Ja, dan doe ik mezelf tekort. Waar ligt de G-spot bij mannen en vrouwen? Nou, volgens mij ligt hij bij vrouwen. Ligt hij zeg maar een beetje zo hierboven. En bij mannen zit hij volgens mij in je reet, toch? Wat zou je eerder opgeven? Seks of eten? Heel eerlijk, als je niet eet, ga je dood. En als je geen seks hebt, ga je niet dood. Dus dan zou ik eerder seks opgeven. Lieverd, welkom bij deze mukbang. De producten bevatten dus aphrodisia. Alles wat hier staat. Nou ja, en het schijnt een soort van natuurlijke Viagra te zijn. Maar ik denk zelf dat het ook wel een beetje placebo-effect is, toch? Ik denk dat wij het moeten proberen om erachter te komen of je er geil van wordt. Champagne is dan misschien meer omdat je dan een beetje tipsy wordt, dan heb ik altijd meer zin in seks. Heb jij dat niet? Als je veel heb drinkt? Ik ook. Of tenminste, dan vind ik het minder erg om seks te drinken. Is ook een lekker aardbeidje voor je, man. Oeh! Schat! Maar wat is het ding dan met chocola? Hier zitten dus volgens mij microdoos dopamine in. Ja. En dat maakt je heel gelukkig. Het is wel dat ik denk, oh, lekker chocola. Maar het is wel dat ik me daarna ook wel weer soms dan heel schuldig voel. Ja, het is een korte piek. Vind je dit geil? Mm-hmm. Het ding met oesters en zo een beetje, dat wordt toch altijd wel gewoon gezegd, dat je daar geil van wordt? Ja, maar is dat zo? Oesters zijn licht verteerbaar en rijk aan fosfor. De manier van eten maakt ook zinnend prikkelend voedingsmiddel. Oh, ja, is dat maar zo? Dat betekent dus dat het dan lijkt op een vajayjay. Dat is wel even het lijkt, snap je? Het lijkt op een... Een poesje. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar
eten is lust, maar seks kan je ook hebben vanuit lust, maar ook vanuit liefde. Ja. Kan jij seks hebben vanuit lust? Ja. Maar wat vind je fijner? Vanuit liefde. Maar soms vanuit lust ook wel heel lekker, want dan kan je daarna zeggen naar de groeten. Ik vind dat soms dus wel weer leuk, omdat je bent vaak gewoon wat egoïstischer. Klopt, allebei. En je schaamt je ook niet. Ja, dus weet ja, ik heb nog nooit een one-night stand gehad, dus ik weet eigenlijk niet hoe het is om puur en alleen seks te hebben uit liefde. Nog nooit? Of uit lust. Heb je nog nooit een one-night stand gehad? Nee. Nou, het heeft niet altijd mijn voorkeur per se, maar ik heb wel eens... Nee, ja, mij lijkt ook gewoon, je hebt toch helemaal geen zin om bij iemand te slapen die je niet kent. Het seksuele gedeelte vind ik dan niet zo erg, maar slapen en zo, dat hoeft niet. Nee, maar dat niet. Doe ik ook nooit. Ga je dan daarna weer naar huis? Ja. Dat vind ik echt zo raar. Hoezo? Als je iemand dan niet kent en dat je dan mee naar huis gaat, ga je neuken en dan ga je daar naar huis. Ja? Dat vind ik zo raar. Hoezo? Je kent elkaar 24 uur geleden niet en nu zit je met je pik in mijn reet of andersom. Ja, schat. In jouw geval dan. Wil je nog een oestertje? Oh, lekker. Vind jij beffen iets prettigs? Ja, ik vind het wel lekker, maar alleen als het goed gedaan wordt. Ja. En? Vind jij pijpen lekker? Ja. Is het echt een hobby van jou? Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Maar hoe zit het dan dat... Je hebt natuurlijk bij de man zitten, G-spot zit in de anus. Ja. Maar die zit daar voor een reden. Nee, klopt. Daar wordt inderdaad wel moeilijk over gedaan. Terwijl mannen het wel altijd heel leuk vinden om een vrouw in haar kont te neuken. Terwijl, nou, eigenlijk zou jij in je kont geneukt moeten worden, want jij hebt daar een prostaat, ik niet. Maar zou jij dat kunnen voor je kunnen zien dat jij dat doet? Ik zou het op zich wel doen, mocht daar behoefte aan zijn, maar die behoefte is er echt absoluut niet. Ik kan wel zeggen dat ik een hele hoop heb geleerd vandaag. Ja? En ik hoop wel dat mensen er ook wat aan hebben. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel heel belangrijk om van alles wat wij vandaag besproken... eigenlijk een soort samenvatting in de vorm van een voorlichtingsvideo te maken. Dus... Doe maar. Stage is all yours. Thank you, honey. Zet hem op. Je kan het. Komt goed. Yes. Zenuwachtig. Wat ik graag wil meegeven is dat het ontzettend belangrijk is om te communiceren over wat je wel, maar ook over wat je niet lekker vindt. Probeer het alleen wel altijd op een positieve manier te doen. Je wil iemand anders namelijk niet onzeker maken en seks zal altijd een soort van gevoelig onderwerp blijven. Denk ook vooral na over dat wat jij zegt, hoe dat over zou komen als iemand anders dat tegen jou zou zeggen. Zou dat iets zijn waar je op een positieve manier iets mee kunt of zou het je alleen maar onzeker maken en dicht laten klappen? Ook is seks absoluut geen wedstrijd om ervaringen. Al hebben al jouw vrienden en vriendinnen al heel erg veel seksuele ervaringen gehad. Maar heb jij het idee dat je een beetje achterloopt en dat je dat dus heel gauw in moet halen? Dat is niet zo. Je moet vooral wachten tot je er zelf klaar voor bent. En zodat je zelf kunt ontdekken wat jij lekker vindt en vooral ook met wie. Ook is het belangrijk om jezelf echt goed te ontdekken. Want alleen als jij jezelf kent en weet wat je lekker vindt, kun je dat ook communiceren naar de ander toe. Penetratie, oraal of anaal, het is allemaal seks. Dus denk alsjeblieft niet dat dat iets geks is of dat jouw voorkeur anders is dan wat normaal zou moeten zijn. Als jij je prettig voelt bij het ene, moet je dat lekker doen. En als jij je heel prettig voelt bij het ander, ook vooral je ding doen. Het is alleen wel belangrijk dat als jij seks hebt met iemand en die heeft voorkeuren waar jij je niet in kunt vinden, dat je ook heel duidelijk je grenzen aan kunt geven daarin. En dan tot slot, iedere man heeft een G-spot. En ja, ik weet het niet, maar volgens mij is het een ontzettend fijne ervaring om die te ontdekken. En nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. In ieder geval heb ik wel het idee dat er een soort stigma omheen hangt dat mannen denken dat het ja, niet heel mannelijk is om dat te ontdekken. En dat vind ik onzin. Het is juist super mannelijk, want het is jouw lichaam. Mannelijker dan dat gaat het niet worden. Dus mocht je er de behoefte toe voelen, probeer het vooral te ontdekken. En denk vooral niet dat het iets raars is, maar heb er vooral heel veel plezier mee. En wil je nou meer Ik Zei Seks? Ga dan even naar npo3.nl. Welk standje penetreer je dieper? Lepeltje, lepeltje, het honingpotje. Wat is het honingpotje? Het honingpotje? Ik denk dat ze dan zo ligt. Ik vind dit een honingpotje lijken.